Zij inspireren mij. Een lezing, of eigenlijk meer een soort van sneak preview van hoe het eraan toe gaat tijdens de lessenreeks verhalen van de profeten. Zij inspireren mij. Wij allemaal als mens hebben inspiratiepersonen nodig in ons leven. Dus inspiratie hebben wij altijd nodig en halen wij altijd ergens vandaan. Het is alleen de kunst aan ons als mens om inderdaad onszelf en anderen te begeleiden en te helpen de juiste inspiratiebronnen te nemen en de juiste inspiratiebronnen te vinden. Mijn doel in deze lezing is met jou bekend te maken met een aantal prachtige inspiratiebronnen die zelfs een inspiratie waren voor Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Elke keer als jij zo'n verhaal krijgt, kun jij je dan voorleggen en denk je, alhamdulillah, ik ben niet de enige. Het ligt niet alleen aan mij, het versterkt mij zelfs. Er zijn mensen die het veel erger hebben gehad, dus het maakt mij sterker en sterker. In de verhalen van de profeten behandelen van Adam alayhi salam tot en met Isa, Jezus vrede zij met hem. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de beste profeten, die krijgt een hele eigen serie. Maar vandaag geef ik jou even inzoomen op één situatie. Eén van Ibrahim en hoeveel leerstellingen je daar al uit kunt halen. Dan ga je beseffen, wow, dit zijn inspirerende mensen. Ja, Abati. Daar moet je even op inzoomen. Dat betekent dat jij op een zachte en de mooiste manier je vader aanspreekt. De Koran leert ons al, dus dat Ibrahim niet zegt, kevin. Gebruik juist de woorden, de rahma, breng zijn barmhartigheid. Mensen vandaag de dag maken mensen alleen wanhopig. Maken ze alleen maar bekend met, straf, adab, jahannam, qab, jahannam, stop. Niet van, kom inderdaad, wat paradijs, mashallah. Kom, want de rahma van Allah. Komt, want Allah is tevreden over jou en zo. Hier krijgen we een prachtig voorbeeld. Dit is juist de ware jihad. De ware strijd om jezelf respect te leren. En dat uit te dragen. Om jezelf onder toon te houden met als je akhlaq leert. En met hun de beste woorden uitkiest. Weet je hoe zwaar dat is? Iemand die jou slecht bejegend, fout aanvalt, agressief is. En dan je strijd voert om dan nog die glimlach op je gezicht hebben. En nog de dua voor hem of haar te doen. Dat is kwaliteit.